mensen hier. Totaal niet voorbereid zijn. Ik heb het al een beetje gehad op deze dag. Een hele goede middag en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog van Team Park Kids. Zoals je ziet zijn wij buiten met z'n allen. We zijn namelijk aan het lopen naar het treinstation. Want vandaag is namelijk de start van het feest in Malaga. Dat is gisteravond afgetrapt met een vuurwerkshow waar wij helaas niet bij waren. Ook een droneshow zag er echt spectaculair uit op Instagram en op andere social media. Maar wij waren daar helaas niet bij, want het was om 12 uur 's nachts. Misschien een beetje overdreven met drie jonge kinderen. En trouwens, zelf had ik de energie er ook niet voor. Dus we zijn nu onderweg met de trein naar Malaga en we gaan daar even een beetje een feestje bouwen met elkaar. We komen net op tijd aan. Net op tijd. We zijn met Payana. En waar zijn we eigenlijk beland? Victoria Kent. Victoria, Malaga. Victoria, Malaga. We starten deze middag, slash avond, want het is inmiddels al 7:10, op de kermis. Dit is nep trouwens, het is een nepgebouw. Dat hebben ze opgezet. Ik weet niet of jullie het zien, maar daar zitten allemaal mensen op een paard met echt zo'n Spaanse outfit. Zo mooi. Volgens mij is alles nog maar net open, net opgestart. Kijk, hier zijn ze ook nog helemaal aan het opbouwen. En Mickey Mouse, the creepy one, once again. En dit zie je dus heel veel hier. Van die super mooie Spaanse jurken. Zie je het, El? En ik Atracción del año. Die heb je ook een keer gemaakt. Ja. Wat een super mega grote kermis. Niet normaal hoe groot. Hier dus een super coole achtbaan. Ja, dan mag je iemand hier zien, maar het is echt een wildwaterbaan. Super cool op de kermis, een wildwaterbaan. Dat heb ik nog nooit gezien op de kermis. Preparado? A ver, más fuerte de los escuchos, ¿estáis preparados? Pues hasta el infinito y más allá, levantando las manitas y saludando a los palmitas. A ver, quiero ahora todo el mundo tocándome las palmitas. A ver, no escucho esas palmitas. Así arriba, palmitas, palmitas. Para mayores y pequeños, todos arribita. No. Grote kermis! Woehoe! Gaan we! Hoi!
Dan ben je de 8 helemaal. Ja, sommige attracties kunnen wel gepind worden en die hebben we dus gedaan. Ja. En we hadden een vlieghangding gedaan en die was echt super vet cool. En er waren allemaal waters en gelukkig hebben we niet nat. We zijn niet nat geworden. Nee, dat ging net goed. Alleen papa een beetje. Echt waar? Ja. Oh ja, maar die heeft natuurlijk hele lange benen. En ik hoor al gezellige muziek op de achtergrond. Volgens mij zijn ze daar bezig met een mooie optreden. Ja, Diane heeft lekker geslapen in de kinderwagen. Ja, we zitten in de bus onderweg naar de stad, dat we gaan even eten. Mama, ze zegt
zitten in de bus. Ik vind het maar wat mooi. Ik denk dat als het drie is. Oh, misschien wel, ja. Ik denk dat we inmiddels zeker een half uur in de bus zitten en 500 meter verder zijn. Want het is gewoon super serieus druk in de stad. Het verkeer. Maar nu rijden we weer op een beetje doorgaande weg. Maar ik denk dat we in de verkeerde bus zitten. Dus ik hoop dat we ergens nog stoppen wat een soort van eruit ziet als een stad. En we zitten ook nog een beetje door. Dus het is een beetje een rommelige avond. Niet echt lekker vooruit gepland. Maar goed, we zijn in ieder geval weer aan het rijden, dat scheelt. Hoe lang hebben wij nou in de bus gezeten? Een half uur of zo? 1,5 uur denk ik. Zoiets? Ja, maar we zijn in de stad en we zijn bij best wel een heel gezellig plaatsje aan de haven. Als ik zo zit, lijkt het net alsof ik in de TL-verlichting zit, maar het is best gezellig hier. Dat zeg jij. We doen alsof het heel gezellig is hier. Weet je maar. Dit is echt een heel goed idee. We hebben een baby switch. Bayana hier. Olly daar. En Danny heeft bovenop. Oké, nou op het station. Lekker chillen. Je moet niet gaan zitten. Oh, je moet wel gaan liggen op. Je moet wel gaan liggen, want anders ben je een beetje te zwaar voor de kinderwagen. Ja, lekker. Hallo. Nou, we zijn nu weer onderweg naar het treinstation, want we zijn een beetje onvoorbereid, denk ik, toch wel, mogen we wel zeggen, naar Malaga stad gegaan. Niet helemaal wetende wat te verwachten en we hadden natuurlijk ook geen kerstgeld bij ons en het super druk hier ook in de stad. Dus we hebben eigenlijk alleen maar gegeten en we zijn nu onderweg naar de trein en dan lekker naar huis. Maar het is nu namelijk in de stad ook gewoon echt knijten druk. Aangezien iedereen nu vanuit de stad onderweg is naar de kermis. Want die start hier in Spanje namelijk pas rond de uur of 7, half 8. En dat gaat door tot 6 uur 's ochtends. Dus eigenlijk is de stad nu pas onderweg allemaal naar de kermis toe. Dus ik ben blij dat we dat in ieder geval hebben opzitten. Maar wij zijn nu in ieder geval onderweg naar de trein. En dan komen we van de week nog wel even terug om Malaga te bezoeken. Maar dan iets georganiseerder en iets rustiger op de dag ook. Daar gaat El. Ik kan denk ik nu wel zeggen dat we echt totaal niet voorbereid zijn. Want we komen bij het treinstation aan en de treinen rijden niet meer. Dus we gaan nu kijken of we met de bus ergens komen. Maar ook daar moet je 9 van de 10 keer met contant geld betalen. En dat hebben we natuurlijk nog steeds niet. Dus we gaan even kijken of we ergens een pinautomaat kunnen gaan fixen. En nu? Nou, ik denk dat we nu een ticket kunnen kopen hier. Oh, stil. Buy tickets. Ik denk niet dat het via hun gaat, als een andere busmaatschappij. Oké, volgende automaat. Bienvenido. Ik denk dat je eerst een pasta in moet houden. Een soort transportkaart. Dan halen we dat nou even dan. Oké, nou, dan moet ik het niet gedaan. Oh, er is geen papier beschikbaar. Ja. Is dat niet zo zo net? Oké, dat schiet ook niet. Ik heb het wel een beetje gehad met deze dag. Ja, het is ook heel warm. Ik zweet me helemaal de pletter. Heb je iets gevonden? Ja? Heb je daar wat? Wat zeg je? Oh, er is in ieder geval een pinautomaat. Oké. Okay. Nou, als we dan even geld halen. Dan moeten we rennen. 412. Even kijken, waarheen? En het avontuur is nog niet over, jongens. Want we staan op het verkeerde busstation, dus we gaan weer gauw door. Mijn god, wat een avond. Is het deze? Bijna. Hij weet het niet. Ik weet het ook niet, maar ik weet wel dat we naar deze optie, als dit het nog steeds niet is, we een taxi gaan halen. Nu is het al mooi geweest. Oké, de laatste bus ook nog eens keer deze avond. Maar dit is niet deze hoor, denk ik. Torremolinos? Benalmádena? Oké, ja, dit is hem wel, want hierheen ging ik er bijna niet instappen, mijn god. Ya está, ya una vez en mi puta vida. Debe de saber de todo el día, ¿eh? No, pero es que yo también tengo...
rit met de bus zou 3 kwartier duren. We hebben een uur in de bus gezeten. En ik geloof dat het wel een van de meest intense busritten was die ik ooit heb meegemaakt. Niet zozeer de rit zelf, maar één, de drukte in de bus. Namelijk de drukte in de bus en ook bepaalde mensen kregen ruzie over iets wat ik uiteindelijk dus niet begreep of zo. Volgens mij wilden die mensen dat ik ging zitten omdat ik met Vianna was en toen had ik gezegd nee, dat hoeft niet. En toen werd het steeds drukker in de bus en op een gegeven moment barstte de bom los. Over mensen onderling, over elkaar, weet ik veel waar het allemaal over ging. In ieder geval, het was een vrij frikse ruzie aan het worden in de bus. Maar goed, het is allemaal weer goed gekomen gelukkig. Wij zijn nu uitgestapt, wel bij 2 of 3 haltes te ver, dus we moeten nu nog een stukje naar huis lopen. Maar we zijn in ieder geval weer in ons dorp. Ja, ik vraag me af hoe laat we nu thuis komen. Het is nu volgens mij inmiddels 1 uur. De volgende keer, als we nog een keer zo'n hele lange rit, dan we dan de pyjama's mee gaan nemen. Ja, maar we hadden niet van tevoren bedacht dat we zo'n lange rit zouden doen, schatje. Dat was ook niet helemaal de bedoeling. Het is een beetje misgegaan vandaag. Maar anders had ik zeker de pyjama's meegenomen, zodat we hier konden slapen. Meneer. Jij achter de patiënt. Achter de patiënt. In de taxi. Kijk. We hebben iemand gevonden die ons wil meenemen. Jee. Op naar huis. Zo, daar zijn we weer. In de straat. Ga je mee op? Gaan wij alvast de deur open doen. En heb je de maan gezien? Mama, aan de kant. Wat een avontuur. Wat een avontuur. Wat vond jij het leukst vandaag, El? Van het avontuur? Nee, er is geen avontuur. Ik vond het wel een avontuur. Wat we allemaal hebben beleefd. En ik vond het ook een avontuur. Dat we het gewoon beleefd. Slaap lekker. Tot morgen.